En in het verlengde daarvan hebben we 1 september een brief geschreven. We hebben ook op 20 september een brief geschreven over diverse onderwerpen. Maar dan kregen we een brief van het kabinet op 29 september. Als u vragen hebt, dan moet u het via de voorzitter, de president, toekomen. Ik schrok me een aap toen ik die brief las. In de afgelopen periode heb ik zelf ook brieven geschreven en de president heeft daar netjes geantwoord. Daarom hebben we hem op 7 oktober ook geantwoord. Dat we perplex staan van het schrijven via de directeur van zijn kabinet. Ik interpreteer het vooralsnog dat hij niet wil antwoorden. Ondanks zijn uitgesproken intenties, ondanks de oproepen. Dus ik hoop dat u me begrijpt hoe verbaasd we zijn met dit schrijven van zijn kabinet. En welke twee onderwerpen ging het om dat jullie dachten, nou nu gaan we maar eens rechtstreeks die president aanschrijven? Omdat het een beetje te gek wordt, hebben we hem gevraagd om over de brug, over de Quarantainrivier. We merken dat Guyana een hele actieve, coördinerende en voorname rol daarin speelt. Terwijl de brug gaat over Surinaams grondgebied. Wat me verbaast is dat de hele bidding en dat soort zaken in Georgetown plaatsvindt. Ander onderwerp, daar was een aantal zaken. De voortgang van het herstelplan. Keer op keer hebben we gevraagd over financiële verslagen. Ja, dat kregen we heel, heel sporadisch. Zodat we de financiële ontwikkelingen flow niet goed kunnen volgen. Het antwoord van de directeur van het kabinet. Heeft u het gevoel dat hij dat heeft gedaan namens de president? Of hij wel of niet. met de president afgestemd heeft. In ieder geval verwijst hij naar dat schrijven van ons. En dan neem ik aan dat het met instructie van de president is.